naar de uitkijkpost. Helaas zijn hier de zitting en de tafel weggehaald. Maar als jij hier aan de wacht hield, dan was dit je uitzicht. Zo. En vandaag zijn we bij de Koorn Werner Zon in Friesland en we gaan een beetje bunkers opsporen. We hebben er al een aantal gevonden, van de Nederlandse makelij natuurlijk. En de reden waarom wij hier zijn is dat er heftig is gevochten hier zo tijdens de oorlog. En hoeveel mannen zijn er nou wat hier gesneuveld waren? 25 aan de Duitse kant. Ja, klopt. Twee burgers aan de Nederlandse kant. Nee, veel meer. Nee, veel meer. We gaan het uitzoeken. We gaan eerst eventjes uitvogelen hoe we aan de overkant daar zo. En dat loopt helemaal door. Je hebt daar nog een bunker. En daar heb je nog een hele grote. Ja, het zonnetje staat dan ook, dus we zien hem niet zo. En daar achterin hebben we er ook nog één, alleen daar kunnen we niet komen. Maar het gaat ons eigenlijk om dit complex aan de overkant hier zo. En die is mega groot. Dus we gaan het zo meteen zien. Zo, we lopen nu onder de brug door om bij de kaasmatten te komen. Dan heb ik even geen zon. Kijk, dit. Die is echt groot. Dat is maar een van de vele. Maar we gaan kijken of we daar ook naar binnen kunnen. We gaan het zien. We gaan het afwachten. En ja, stay tuned. We zijn op het terrein van het museum. Zo, even beter gezet. Nice one. Ah ja, is wat is het dan? Wat is het? NL. Dan zit maar te zoeken. Runout Amerikaans. Ja. Nou, dat is echt te gek dit. Dat is echt woud. Een soort loopgraaf. Wat doen we? Doen we even een lekker rondje lopen op het gemakje? En gezellig. Nou, dit is ook een stuk strandafzetting eigenlijk. Nou, het beuk verschiet elke keer, maar we komen. Het is geen zon eigenlijk, dus moet ik in mijn camera weer opnieuw stellen. Wat doen we? Of mag je een rondje zetten? Ik heb het wel, ja. Dit is een beetje strandafzetting, hè? Dit.
We lopen de loopgraaf in. Om weer in mijn beeld even wat licht te zien te krijgen. Er is geen zon vandaag, dus het wordt een beetje moeilijk filmen buiten. Maar we gaan op ons gemak hier rondlopen en dan zien we het wel. Ik zie daar al een dugout. Een beetje hoger misschien. Ja, dat is een dugout, daar gaan we zo meteen naar binnen. Je mag hier echt ook wel in. Dat gaan we dan ook doen, want daar zijn we ook voor gekomen eigenlijk. Ze staan met Daniel, de documentary. En het eerste wat we gaan doen is even kijken hier in die... Je komt je ogen tekort, man. We hebben nog een bunker. Dat is een replica, maar dat maakt verder ook niet. Oké. Wil jij een foto maken? Of wil je een huisje dan? Hé, ik heb ook een foto van een huisje. Ja, niet. Een beetje zo, want ik heb ernstige lensvleien. Ja, dat is ook, Dus wat dat betreft heb ik het zonnetje niet echt mee. Nou, wacht thuis. Ja, zo te zien is het vrij klein binnen. Ik heb gelukkig een videoland bij. Zo, 101. Dat zie ik weer aan de vriend. Ik heb bij de 102 gezeten. Dat was de Tjeus Oorschompie. Nou, super tof. Zeker, zeker. Zo, even naar het volgende bunkertje. Dat is een echte bunker. En bij de ingang al gelijk kwam ik in gesprek met een vrijwilliger. En die vertelde mij dat er in bunker 7 iets met de Koude Oorlogperiode te maken heeft gehad. Dus daar gaan we dan sowieso in ook. Daan, alles staat open hier. Alles staat open hier. Hoe gek is dat dan? Kijk hier. Nou, we zijn nog steeds in het museum Kornwijnenzand. En we hebben geluk gehad, de pinautomaat werkte niet. Dus, wij tweeën mochten dus gratis naar binnen. Yes. En gelijk een kaartje achtergelaten van onze stichting Seco. En zo kwam ik eigenlijk achter dat dus hier ook... Koude Oorlog dingen heeft afgespeeld, dus die gaan we sowieso opzoeken daar. Bunker 7 was het, hè? Ja, deze vind ik ook wel interessant. Zo, moet je deuren zien, man. Ja, zo. Dat zijn geen al die deuren. Even kijkje binnen nemen. Keuken en lucht door een mieze kaas en nat. Oké. Okay. Kijken zeg. Dit is echt geweldig. Nee, ik snap het idee. Zo moet hij ook bij ons worden. Dus, We hebben een leuke route. Zullen we deze kant op? Ja, doen we. Nou, we gaan naar zoveel mogelijk dingen kijken. Kijk eens, even. Oké, ik heb het nog weer heel erg vlakbij. Ja. Wat klein, hè?
Ja. Dat is best klein voor een... Zeker. Maar wel leuk. Maar ja, heb je wel zijn berg gedaan. Ze hebben er twee vliegtuigen neergemaakt. Nou, moet dat dingetje. Hoe kan je die deur wel erg kicken, hè? Dat doe je een beetje. Een lampje. Ja, lucht en vocht wel, want dat hebben we wel nodig. We hebben intussen een andere ruimte ontdekt. Dat is de keuken. Hey kerel. Nice. Wat weet je nog vandaag? Oké, lekker, lekker. Dat is oké. Nou, we zijn nog steeds in een van de bunkers. Hebben ze nog niet allemaal gehad. Maar wat we tot nu toe zien. Echt geweldig. Kijk. Ook weer een Duitse uitvinding. De stampen. Stampen? Stampen is een Duitse uitvinding, ja. Dat is de proviantkast, hè? Dat is de proviantkast. Even kijken. Oké. Super. Zo, we zijn net deze bunk uit. En die is best wel groot, maar die daar is nou net even iets groter. En daar achterin is de grootste. En in een van die twee, voor mij was dat de laatste, waar dus het stukje Koude Oorlog in te vinden is. Dus dat gaat spannend worden, want dat heb ik niet verwacht. Dus stay tuned. Er zit trouwens onwijs kikken. Kijken. Nee, je ziet alleen maar water. Kijk maar.
Kunnen we daar langs of... Ja, lukt wel. Lukt wel. Hier beneden heb je alleen prikkeldraad ontzetting. Nee, hier zo. Dus ze zal er wel wat in het deken, zal er wel wat in het deken leggen, denk ik. Zo, kut er afweer. Afweerding. Ja, ja. Ik denk zo'n oerlikon. Ja. Daar lijkt het wel een beetje op. Kunnen, voor de mensen die niet weten wat een oerlikon is, ik zal later wel een foto bij plaatsen. Wat nou een oerlikon is. Volgens mij kan je, hier kon je ook naar binnen, geloof ik. Het is een Duitse kanonnenbunker wat we nu gaan bekijken. We zijn hier bij het Duitse kanonnenbunker zijn we aangekomen. Even naar binnen, even een lampje aan, het is gewoon een klik. Klik. Oh, wat gaaf zeg. Hey. Oh, wat gaaf zeg. Alles staat er nog in, joh. Kijk nou. En dat doet het nog ook. En hij werkt nog ook. Ik moet niet vragen hoe, maar... Ja, is dat geen stand of nee? Zo, het originele geschrift zit er nog in. Ja. Dat zie je niet vaak in Nederland. Nope. 1942, ja. En hij doet het nog ook. Hij doet het nog ook. Hij doet het niet meer, maar hij draait. Ja, ook goed, maar... Super nice, man. Ja, gaaf, zeg. Ja. In de tussentijd hebben we hier het trein verlaten. Sorry voor de tegenlicht, maar het is echt niet anders. We gaan nu naar die. Kijken of ik een beetje kan krijgen, want dat is echt heel vervelend. Zoiets. Deze zijn erin geweest. Alles werkt daar nog. Dat kanonnetje nog draaien. En zelfs de prikkeldraad is nog origineel. Zo. Nou, heel gek. We gaan nou naar deze toe. Hier heb je nog wat afzettingen. Even kijken hoor. Nog een zeemijn kleintje. Even koekeluren. Nou, die stonden dus op het strand, massaal. Om schepen binnen te houden, of buiten de... Van het strand af te houden, zeg maar. Ik zit helemaal verkeerd. Ik kon ook alle kanten zitten kijken, dat heb ik mijn verhaal kwijt. Nou, een mooie zeemijn. Ja, dat is wel leuk spul hier.
Zie je dat? Die ronde? Ja. Ja. Klein reuzen. Ja. Klein je buizen voor gebruikt. Ja. Ja. Ah, kijk, hoi. Echt een mooie bunker dit. Is dat een Duitse bunker? Alleen helaas kunnen we daar niet in. Maar we wisten al, dat is al verteld. Maar die achterste waar we nu heen gaan, daar moeten we volgens mij nog wel in kunnen. Nou, ook hetzelfde verhaal. We mochten hier ook doorlopen. Ja, we hebben mazzel vandaag. Dat was wel vandaag. Ja, niet te geloven, man. Weet ik niet, zal wel kan. En deze is gebouwd in 1932. Oké. Okay. Je moet echt oppassen, want je stoot zo je knar hier, hè? Oh, grens, oké. Okay. Dan zou je wel goed bewaard. Ja. Even kijken. Een stuk van een vliegtuig. Landingsgestel. En ja, die houden ze op deze manier goed, zeg maar. En zolang er geen lucht bij kan komen, want het is wel zien, geloof ik. Maar het is wel kikker, zeg. Oh, kijk hier dan, joh. Wat? Mooie granaatjes, zeg. Ja, dit is een kanonnetje hier staan, hè? Ja, dat zijn geen al die klokjes. Nee. Het zijn wel replicaatjes, dat wel. Jammer, 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 jammer. Het houdt hier zo. Ja, precies. Doe een stuk. Kijk, het is toch wel ook weer zoiets apart, hè? Ja. Het hoort er wel bij. Ja, dat is een lantaarn. Ja? Nou, je hebt dus een kanon gedaan. En, die stond dus richting zee ook. En moet kijken, die panzerplaat is. Ja. Dat is gewoon staal, hè? Dat is twee keer dit. Ik ga het hier nog een keer zo openen of zo. Hoe werkt dat? Dit is een rails. Dat vind ik leuk. Ja. Leuk dat het open ergens. Er zit een gewicht aan. Ja. Ja, er zit een gewicht aan. Dat is gewoon zwaar leuk wat je normaal niet open krijgt. Ja. Nou, als je eerst de rails om de. Ook dan is dat een munitiedeel. Ja, maar de mooiste dingen erbij. Kijk. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hier werd dus de munitie naar binnen gehaald. Hij is helemaal verzegeld, dus ik krijg hem niet open. Nou, je klikt het zaakje open. Dan gaat hij open en dan via de rails met kettingen en zo. Werd het zo de rekken ingezet en eventueel gewaden. En, was het een bonbon geblazen. Ja, en ook die details, hè, net als dit, weet je wel. Dat is echt gek, jongen. Ja. Dat zou een periscoop zijn of zo. Dit. Kijk, als je heel veel pleurt, kijk. Zou best kunnen, ja, periscoop. Dat zou best kunnen, hè. Helemaal apart. Nou, vraag ik me af wat dit voor is. We denken van een pilje voor een periscoop of zo. Ja. Ik heb hem open gekregen, dan hebben we dicht. Lukt dat er even nog tegen? Ja, nee, ik heb nog een handje nodig om hem dicht te draaien. Juist. Nou, zo ging hij dicht. Het kan ook zijn dat het een soort van luchtinlaat is. Maar je moet je zo voorstellen, als hij een kanon staat te knallen, die trekt natuurlijk ook alle lucht weg. Toch? Dus ja, toch, dat maakt niet uit. Je wordt vacuüm wordt al getrokken hier. Ja. En wat denk je? We zaten niet tegen een oordoppies. Dus dat was een klap, jongen. Dat weet je niet weten. Je kan ook verder naar beneden. Ik heb wat meer onderzoek gedaan. Hier was het vorige
deur ook, jongen. Dat is echt geweldig, man. Echt geweldig. Dit is hem eigenlijk. Of, dat is heel moeilijk te zien. Maar dit is zeg maar de plattegrond van deze bunker. Er zitten twee kanonkamers, commandopost, observatiepost, manschappenverblijf, opstelling en opstelling. Geweerschietgaten twee. Ja, het is echt zo gaaf, jongen, dit. Echt. Zou ik willen blijven wonen hier, hè? Ja. Nou, even kijken wat we beneden hebben. Kijk je beneden, man. Kijk je naar beneden ook, hè? Een verkeerlampje van nodig. Watervoorziening. Hey. Watervoorziening. Ja. Hier water in staan. Hier dan? Ook tegen is hier. Ja. Dat is een bassin. Waterbassin. Ja. Ja. En hier de pomp waarmee je naar buiten, naar boven kan pompen. Ja. Wat is dit? Hier. En wat is dit dan? Dat is moeilijk te zien. Dit is afgesloten, dus kunnen we helaas niet bij. Nee. Ik weet niet wat het is. Er heeft nog wat spullen. Ja, voor de verre is alles vet afgesloten. Nou, geef niet, maakt niet uit. Zijn er wat wapens hier? Ai, kijk. Nou komen we bij het speelgoed. Karabijnen. Ik denk dat die moeilijk komt in de buitenbollig. Nee. Maar dat is echt een Duits machinegeweer. Ja, kijk, echt een goede staat heb ik nog, hè? Ja, echt, hè? Super nice. Hier, man. Je ruikt ze nog ook. Ja, dat zijn geen replica's. Dat zijn geen replica's. MP3 verder. Deze, is een beetje dit. Karabijn, ja. Kijk dit, man. Super nice. Ja, gek, hè? Ja. Kijk hoor. Ja, echt super gaaf dit. Niet weer. Hè? Is dan weer een luchtveld in? Ja. Ja, hè, dat is echt een. Ja. Ik zal niet verbazen als je het nog doet ook. Even een beetje haken, als je voor je kijkt. Ja, ik weet het. Hoi dan. Ja, ja. Hoi, gek. Nou, deze werd dus gebruikt als de generator in de bunker uitviel en er moest toch voorzien worden van verse lucht. Dan had je hier een slingerij staan en toevallig ben ik bij Seiko ook een afgestudeerde slingerij. Dus ik had hem gelijk in één keer goed. Maar ja, dit is toch wel een hele mooie, goed werkende lucht. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Alles werkt nog wel. Te gek. Nou, we lopen nu wederom door een loopgraaf heen. We gaan nu naar de allerlaatste. En dat is die Koude Oorlog schuilkelder verhaal. Wat ik wel moet zeggen is dat de vrijwilligers hier zo, die staan je ook gelijk te woord. En de uitleg is heel goed. En ja, dat zijn dingen die zie ik graag. En dat vind ik ook in mijn hobby belangrijk als Koude Oorlog liefhebber. Zodat wij ook op onze eigen locatie goede uitleg kunnen geven over wat daar geweest is en waar het voor gediend heeft, zeg maar. Veel bunkers gezien als schuilkelders, maar dit is zo mooi compleet gemaakt nog. Ik hoor wel een hoop herrie van binnen afkomen. De toiletjes hier die zijn dichtgemetseld. Deze. Zoeklegkazenmat. Zomaar binnen. Als je dat probeerde, dan
de weg wel voor je kleuter geschoten. Heel simpel. Hoor. Dus hebben we deze plek is heel anders dan die weer hebben gezien. Die lamp die schijnt hier in de spiegel. Vanuit die spiegel gaat hij naar de volgende en dat is eigenlijk je zoeklamp, zeg maar. Dus we gaan even kijken hoe we hem, of we hem kunnen laten werken. Nou. Nou, nu is de lift omhoog. En dan heb je hier een wiel. En hier met dit wiel kan je dus je licht laten schijnen over het gebied wat jij. Zo, dit is ger. Shit, dit is ger. Nou, en zo werkt het. Ik ga een beetje inzoomen. Kost me wel mijn nek, maar ik ga nu aan het wiel draaien en dan kan je zien dus dat die spiegel draait. Dus zo werd dus eigenlijk een beetje de omgeving in de gaten gehouden op vijandelijke schepen, zeg maar. Zonnetje. Ja, is, ja klopt er goed in, hè? Sorry. En zo werd dus de hele omgeving, kon je dus lekker uitchecken zo. En als je er dan mee klaar was, dan ging het lift weer naar beneden toe. Alsof ik dat al jaren gedaan heb, joh. Nou, wacht even tot die spiegel beneden is. Maar je kan hem dus, het is eigenlijk een zoeklicht, maar je kan ook je omgeving mee checken. Nou, dan gaat het klepje weer dicht. Wat je dat gehad. Dan ging het lampje uit. En nu kijken hoe dat er van bovenaf uitziet. Dus Daniel heeft net de klep opengezet. En dan gaan we zo meteen de spiegel zien. Ja, dan hoor ik dat die spiegel omhoog komt. Dus dit is een zoeklicht, hè? Eigenlijk, het is een spiegel, maar het is wel het veiligste om je lampinstallatie heel te houden, zeg maar. Kijk, dat is die spiegel. Nou, en die spiegel beneden, wat je net zag, er wordt een lamp in een andere spiegel geschenen. En die gaat via die naar deze. En zo kon je dus alles wat met scheepvaart, wat hier voorbij komt, dat kon je dan beschenen, zeg maar. Andere kant. Kijk, nou draait hem nou deze kant op. Gozer! Zie je, dus je komt nooit. Het is echt gaaf voor je. Nou, als je dan je omgeving had gecheckt, ging het spiegeltje weer naar beneden. Het klepje weer dicht. Klepje, juist. Nou, we moeten kijken, dat werkt allemaal nog. Hoe gers is dat dan? Hoe gers is dat dan? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Het is eigenlijk tijd om te sluiten. Dus ik ga het Daniel afhalen en dan. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en als jullie de video leuk vinden, laat me even wat weten. Dan gaan we in de toekomst nog meer van dit soort video's maken. Dit is ons spreekje vanuit Kooienbergen Zand. Ik zeg toedeloe en de mazzel. Zie je, wij hebben ook zo'n blauwe duimpje omhoog. Dissementry, de link naar zijn videokanaal stuur ik nog. En dan kun je ook van zijn video's gaan genieten. Gozer, het was kicken, man. Ja, zeker tof, man. Echt,
shit. Ja, echt kik hoor, hey, anders ben ik nog. Een tikketje op maat. Maar ik denk dat die meneer Roes komt aan. Ik denk dat het tijd is om. Ja. Het zal open vieren geweest, dus laten.